Hey, hallo. In deze video ga ik je mijn creatieve kast laten zien. Hij zit vol met allemaal creatieve spulletjes. En zoals je ziet heb ik er bovenop ook wat leuke dingetjes staan. Die zal ik je eerst laten zien. Ik heb twee kaartenrekken. Die heb ik al een hele tijd. En die stop ik vol met al mijn favoriete kaartjes. Ja, er zitten er echt een heleboel in. Ik word hier gewoon heel erg blij van. En ik vind het leuk om ze dan zo uit te stallen in mijn kaartenrek. Dus ja, alle kaartjes die ik koop, omdat ik er zo blij van word, die stop ik hierin. Hier heb ik een nijntjelamp. Daar word ik ook blij van. En hier heb ik een kaartje. Die heb ik onlangs gekocht. En een envelop. Die heb ik ook onlangs gekocht. Deze gaan binnenkort naar mijn oma. Dus die had ik alvast klaar liggen. Maar deze kast heeft 6 lades. Dus ik ga je ook de binnenkant laten zien. Welkom bij lade nummer 1. En dit is al een hele leuke, vind ik. Want deze zit, je gelooft het niet, maar hij zit helemaal vol met enveloppen. Hier liggen een beetje standaard kraft enveloppen bijvoorbeeld. Maar ook bubbeltjes enveloppen. En 5 enveloppen. Nog meer bubbeltjes, nog meer bubbeltjes. Ik kan echt veel post sturen. En deze bak zit helemaal vol met gewoon leuke enveloppen met printjes. Oh ja, deze zag je net al in een andere kleur. Hier zit gewoon echt van alles in. Van gewoon leuke kleurtjes. Oh hier, dit zijn kaartjes met venster. Maar hier zitten ook enveloppen bij. Een hele tijd geleden kon je bij de Action, ik zal er even eentje pakken, kon je zulke pakjes kopen met enveloppen. En daar heb ik er dus een heleboel van. En die gebruik ik nog steeds heel vaak. En ik verzamel ze ook een beetje. Zoals je wel ziet, even kijken wat er nog meer bij zit. Bijvoorbeeld zulke enveloppen, zo'n strain is altijd echt geweldig voor enveloppen. Deze is ook van de Sustrene. Ja, zonder om ze er zo tussen te doen, want dan vergeet ik dat ik het heb. Maar ja. Ja, er zit echt heel veel leuks tussen. Oh, en deze verpakking heb ik een keer bij de Action gekocht. En hier zitten ook hele leuke enveloppen bij. Even kijken. Ik zal er eentje uitpakken. Bijvoorbeeld deze met hartjes. En daar zitten ook kaartjes bij, maar die gebruik ik niet echt. Ik gebruik vooral de enveloppen. Ik heb dan bijvoorbeeld zo'n kaartje uit mijn kaartenrek. En daar zit vaak dan niet een streepjes op voor ansichtkaartjes. Dus dan doe je die gewoon zo leuk in een envelopje. En dan heb je een superleuke post. Dat vind ik zelf heel leuk om te versturen. Maar ja, ik koop mijn enveloppen dus vooral bij de Action. Dus trainen. En ja, in de Flow zitten soms dus ook leuke enveloppen. Deze zat bij Flow Magazine. En dan heb ik hier in dit vakje heb ik nog allemaal lijm zitten. ik vind het fijnste zulke lijmrollertjes. En dat was wel een beetje deze lade. Dus enveloppen, enveloppen, enveloppen en lijm. Dan gaan we door naar de volgende lade. En dit is, dit is misschien wel mijn favoriete lade. Dit zijn allemaal cadeautasjes. Het zijn vooral cadeautasjes. Hier heb ik ook nog wat vloeipapier. Dat gebruik ik niet heel vaak. Maar dit zijn gewoon hele stapels met cadeautasjes. En ik had laatst een keer dat we geen leuke cadeautasje hadden. En toen heb ik heel lang in mijn hoofd gehad, we hebben niet genoeg leuke cadeautasjes. En dan is zo'n stapel dus het resultaat. Ik mocht weer een paar leuke van mezelf kopen. Deze zijn altijd handig. Die zijn volgens mij van de Action. Ja, dit is altijd goed. Leuke sticker erop of gewoon zo basic houden. Dit soort kleine tasjes heb ik hier tussen zitten. En dat vind ik heel leuk als je bijvoorbeeld een klein flesje olijfolie geeft of een jammetje. Dan heb ik zo'n cadeautasje.
Deze. Ik heb zelfs twee keer dezelfde gekocht. Oh. Ja. En ja, die van deze extreme zitten hier ook bij. En hier zitten ook nog veel ja, cadeauzakjes. Zeg maar zoals deze. Dat er geen heldje aan zit, maar dat je gewoon... Ja, dit kun je ook als envelopje gebruiken. Dat is super handig. En het meeste komt ook van de Sustraine, van de Action. En ja, ook nog wat dingen die ik heb gekregen door de jaren heen. Ja, dat. En even kijken, ik had laatst ook een leuk cadeautasje bij de Vibra. Ook weer zo'n kleintje. Ja, ik heb nu wel genoeg kleintjes. Maar ja, ze zijn niet duur. Deze was 50 cent. Maar die bewaar ik hier. En qua cadeautasjes, ja. Ik word er gewoon heel blij van. En gewoon altijd als ik iemand een cadeautje geef, komt het in een cadeautasje. Dat vind ik leuk. Ja, echt prachtig zijn deze. En het leuke is, volgens mij zijn deze ook allebei van de Action. Ik weet niet hoe ik dat kan controleren, maar ik vond deze eruit zien alsof hij van de Sustraine kwam. Maar dat komt hij niet, want hij is van de Action. Echt wel leuk. Ja. Ik heb van alles. Voor verjaardagen, voor... Nou, deze met hartjes is ook echt heel erg leuk. Ja, ik kan hier uren over praten. Ik vind het zo leuk. Hieronder zitten dus ja, nog veel meer tasjes. Kijken. Deze gaan we binnenkort gebruiken. Deze. Ja, we hebben een cadeautje voor een pasgeboren kindje. Dus dat is wel, wel heel leuk. En hieronder zitten ook nog wat grotere tasjes. En hier zitten ook nog... tasjes voor wijntjes. Vooral kersttasjes. Nee, twee kersttasjes. En voor de rest gewoon. Maar die voor kerst moeten we wel een keer gaan gebruiken. Zijn erg mooi. Ja, heel leuk. Ook deze is ook leuk. Ik heb dit een keer gekregen. Ik weet niet meer waarvan of van wie. Maar ik vind het fantastisch. Ja, zoals ik al zei, ik kan hier uren over praten. Oh ja, in dit vakje zitten... wat gift labels, wat lintjes. Ik heb er ook wat washi tape in gedaan, zie ik nu. Ook heel erg leuk. En van die, ja, van die strikjes om op een cadeautasje of op een cadeautje te plakken. Ook heel leuk. Nou ja, dan was dat deze la wel. Ik kan hier nog uren over praten, maar dat gaan we niet doen. En van de volgende laden twijfel ik ook... een beetje of hij wel goed open gaat. Oh, we zijn niet scherp. Zijn we scherp? Ja, we zijn scherp. Nou ja, hier zit allemaal inpakpapier in. En maar echt van alles. Oh, deze van de Dylan Camille. Echt fantastisch. Ja. En ja, ik kan het er niet zo goed. Deze laatste zit gewoon dus echt helemaal vol met inpakpapier. En ja... deze is dus nieuw van de Dylan en Camille. En ja, verder, er zit gewoon van alles in. Voor kinderen, voor verjaardagen. Gewoon deze, of je die kan zien, leuke bloemetjes. En ja, het liefst koop ik voor elk cadeautje een nieuw inpakpapier. Gewoon zodat het het beste bij het cadeautje past. Maar ja, dat is... ja, zo werkt het niet. Maar daarom heb ik waarschijnlijk zoveel. Omdat ik elke keer wat anders leuks vind. Deze rollen met kraftpapier zijn altijd goed. Ik zag dat ze dit nu ook bij de Action hebben. Ik heb dit bij de Hema of de V&D gekocht. Bij de V&D denk ik. Maar bij de Action hebben ze dit nu ook. En dit kun je heel leuk versieren en opleuken. Ook bijvoorbeeld met een... met een touwtje en een bloemetje eraan of zo. Ja, dit is echt heel leuk inpakpapier. Ja, ik heb er verder eigenlijk niet zoveel over te vertellen. Behalve dat die bak helemaal vol zit. Oh, ik heb hier ook nog een boek. All Good Things Are Wild and Free. En dit is van de Flow. En hier zit ook weer allemaal inpakpapier in. Dat moet ik ook echt gaan gebruiken. Maar oh, ook leuke gift labels. Ja, maar goed, ik heb dus heel veel. Dus ik pak het niet zo snel. Maar ja. Oké. De uitdaging wordt om deze dicht te krijgen.
Het gaat. Het gaat. Met moeite. Ja, ik kan geen nieuwe meer kopen. Ja, ik zei wel dat dit een creatieve kast is. Maar de volgende lade is ook weer echt een van mijn favorieten. Samen met de cadeautasjes, denk ik. ja, hier zitten allemaal stickers in. In principe was het deze doos die vol zat met stickers. Ja, hier allemaal van die vellen van de Action. Maar ja, ook dingen die ik ooit op AliExpress heb besteld. Dingen die ik heb gekregen. Dingen die, ja, van alles. Bij de HEMA koop ik ook graag stickers. Ja, en weer zo'n boek van de Flow met stickers. Dit velletje heb ik ooit bij de Bijenkorf gekocht. Ja, bijna niet gebruikt. Jammer. Oh, en ik heb stickers van mijn broertje gekregen. Die is naar Japan geweest. Daar heb ik deze stickers van gekregen. Echt heel leuk. Dat zijn echt de leukste cadeautjes. Maar goed, hier is ook nog wat papier. Ik heb wel heel veel papierblokken weggedaan. Maar ja, ik heb dus nog wel wat over. En ook stickerpapier zie ik hier. Dat is ook wel handig. Maar ja, het grootste deel van mijn papier heb ik wel weggedaan. En oh, dit is een heel leuk boek. Deze heb ik ook bij de Sustrainer gekocht. En dit is met allemaal, ja, verjaardagsdieren en dingetjes. Kijk, met leuke stickertjes. Heb ik nog niet gebruikt, maar is wel heel erg leuk. En hier zitten dan ook weer kaartjes in. Hoeveel kaartjes kan een mens nodig hebben? Ja, beter te veel dan te weinig, zeggen we maar, hè? Ja, ik word hier ook heel blij van. Hierin zitten ook allemaal stickertjes. Zulke kleine stickertjes zitten ook nog onderin die bak. En dit is ook een van mijn favoriete stickerboeken. Hier zitten namelijk van die labels in. Dat je... even kijken of ik het kan vinden. Ja, hier. Dan kun je zo'n tapje maken aan je agenda of aan je planner. Dat vind ik heel fijn. Dus dit stickerboek is echt een aanrader. Ja, vind ik ook een heel leuk stickerboek. Hier kan ik ook weer uren over praten. Hier zit ook nog een papiersnijder in en een snijmatje. Maar ja, dat is niet zo heel boeiend. Dan gaan we naar een lade die iets minder spannend is, als je het mij vraagt. Hierin zit, ja, wat technologie, een camera, een oude camera. Ja, dat is een beetje de bedoeling ervan, dat hier mijn camera-spullen liggen. Maar de camera's die ik veel gebruik, die liggen gewoon door het hele huis. En vooral in mijn kantoor natuurlijk. Mijn statiefje en dat soort dingen, ja... Ik gebruik het allemaal niet zo heel veel, dit. Een leuke tekentablet, dat is wel... Ja, hier kan je mee tekenen op je computer, dat is wel leuk. Maar ja, er zit niet zoveel boeiends in. We gaan door naar de volgende. En dit is de laatste lade. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Want deze is best wel heel erg leuk. Kijk, hierin zit... Oh, hier zitten houten poppetjes. Die heb ik ook nog ergens anders liggen. Ik weet eigenlijk niet... Precies, maar die vind ik leuk om te beschilderen met acrylverf. Dat heb ik dus ook hier liggen, acrylverf. Hier liggen kwastjes en sponsjes. En dan hebben we aan die kant... Ik weet niet, als je het kent, dan herken je het. Maar dit is een Cricut Joy. En dat is een snijplotter. Dus dan kun je alles wat je wil, kun je uitsnijden. En ik moet zeggen, ik ben er niet zo heel goed in. Misschien dat ik het ooit nog weer ga proberen. Maar ik heb ook zo'n mokkenpers. Dan kun je zelf iets uitsnijden. En dat kun je dan op zo'n mok persen. Ik heb nog niet gevonden hoe ik dat moet doen. Ik vind het een beetje lastig. Maar ik heb hier wel allemaal dus ook vinyl. Ik zal het even uithalen. Kijk, dan heb je zo dit vinyl. Kun je bijvoorbeeld dan zo op een beker plakken. En dan... Kun je gewoon elk design wat je wil, kun je uitsnijden. En dat is hartstikke leuk. Je hebt ook, ja, je hebt allerlei soorten hiervan. En dat stickerpapier wat ik hier had liggen, dat
kun je dus ook gebruiken in zo'n Cricut. En dan kun je gewoon stickers zelf uitsnijden. Dat is wel vet leuk om te doen. Maar ja, het is eigenlijk niet echt mijn ding. Maar ik vind het ook weer zo wat om het weg te doen. Dus ik weet het nog niet. Ik denk er nog over na. Ja. Dat was deze la. Dus dat was mijn creatieve kast. Ik hoop dat je het leuk vond om een kijkje te nemen in mijn kast. Ik word, zoals je misschien kan begrijpen, heel erg blij van deze kast. Elke keer als ik hem open doe, ja, er zitten gewoon zoveel leuke spulletjes in. Ja, en als ik dan een cadeautje heb, dan ga ik naar de kast en dan ga ik uitzoeken wat ik dan, ja, wat ik ga gebruiken. Dus ja, dat vind ik heel erg leuk. En ja, ik ga aan de slag met het schrijven van een kaartje voor mijn oma. Ze vindt deze vrouw in de tuin vast heel gezellig. En dan met een mooie envelop. Misschien nog een paar stickertjes erop. Ja, daar word ik heel erg blij van. Ja, als je deze video leuk vond, doe een duimpje omhoog. En ja, als je vaker video's van mij wil zien, dan kun je abonneren op mijn YouTube kanaal. Dat vind ik heel erg leuk. En dan hopelijk tot de volgende video. Doei!